Dit is de Opel Astra Electric, de nieuwste elektrische wagen van het Duitse merk. Maar de cijfers erachter die kennen we eigenlijk al, want hij ligt op een platform dat door heel wat producten van de Stellantis groep gebruikt wordt. Ik heb een motor van 156 pk op de vooras, een batterij van 54 kWh. En in theorie zou ik daarmee in staat kunnen zijn om meer dan 400 km volledig elektrisch te rijden zonder aan de laadpaal te moeten. Ja, dat is eigenlijk wel een vrij groot statement of een vrij mooi cijfer van Opel. Omdat ja, dat betekent dat het een vrij zuinige wagen zou moeten zijn. Ik zelf rij hier nu in 16 kWh, dus ik zou iets van een 350 km uit een batterij moeten kunnen halen. Het is nu wel niet het beste EV weer. Ik kijk er even rond, maar het is grijs, een graad of 8, 9. Dus dat speelt niet een voordeel. Dus wie dat vooral in de stad rijdt, zou wel eens heel dicht bij die 400 km kunnen geraken. Nu, wat moet je over deze wagen weten? Hij bestaat in twee koetswerkvormen. Enerzijds de vijfdeurse hatchback die ik nu kan rijden. Anderzijds ook een brake variant. En dat is heel interessant natuurlijk voor de fleetmarkt, waar dat brakes lange tijd de populairste koetswerkvorm waren. En ja, het aantal elektrische brakes is ook vrij beperkt. Zeker in deze prijskategorie. We spreken van auto's rond de 40.000 euro. Dus daarmee kan Opel best wel veel punten scoren en veel zieltjes winnen. Ja, ik zit in de hatchback zoals ik al zei. Een auto die eigenlijk wel fijn rijdt, die correct rijdt. Ja, laag zwaartepunt, dus in de bochten zeker zijn streng trekt. 156 pk is nu niet dé grote hoeveelheid, maar ik vind dat eigenlijk geen probleem. Er zijn heel veel elektrische wagens die vandaag 200 pk en meer krijgen. 400 pk zelfs als je een beetje hoger mag shoppen in de hogere fleet echelons. Dus dat is voor mij eigenlijk niet altijd nodig, die 156 pk, maar het koppel krijg je eigenlijk direct. Dus ik ben direct mee in het verkeer, dus ik mis die extra paarden eerlijk gezegd niet. En bovendien draagt ze ook bij aan het zuinige verbruik, althans zeker op papier, dat deze Astra heeft. En nu we het toch over deze vijfdeurs hatchback hebben. Minder vind aan de wagen is het ruimteaanbod eerlijk gezegd. Je kan al zien, de hoofdruimte is voor iemand van mijn lengte toch vrij beperkt. En ook op de achterbank wordt het, zeker als ik vooraan zit, heel moeilijk om nog twee volwassenen lange tijd te kunnen zetten, te kunnen plaatsen. Dus het ruimteaanbod is net ietsje minder, ik hoop. En ik denk dat dat wel beter gaat zijn in de brake variant. Anderzijds ben ik wel fan van het interieurconcept van deze Opel. Zoals in de meeste wagens van het merk heb je twee schermen voor je neus. Enerzijds eentje met de belangrijkste rijinformatie, net achter het stuur, snelheid, verbruik enzovoort. Anderzijds het infotainmentscherm waarmee je de radio en dergelijke meer bedient. Ze zijn wel heel helder, heel mooi vormgegeven, ook heel duidelijk. Je kan makkelijk van het ene menu naar het andere gaan en je hebt ook nog voldoende knoppen. Enerzijds snel toetsen voor het menu, de airco en de voertuiginstellingen. Gecombineerd met de verschillende soorten verwarming hier voor mij. En op de tweede rij eigenlijk alles om de airco te bedienen. Dus daarmee heb je eigenlijk direct toegang tot de belangrijkste functies van de wagen. En moet je ook niet 10 minuten te gaan doorscrollen om uiteindelijk de juiste instelling te vinden. Het scherm is dus functioneel, maar ook wel mooi vormgegeven met fijne kleuren. Ook grafisch wel zeker op punt gesteld. De rest van het interieur is eerder strak, vrij donker. Niet echt te veel tierlantijntjes, om het zo te zeggen. En dat staat wel in schril contrast, vind ik, met het exterieur van de wagen. Want eigenlijk, moet ik wel zeggen, ik vind het wel een heel mooie wagen, deze Astra. Vooraan hebben we al lange tijd die Opel Visor, die een soort van moderne herinterpretatie is van de Manta. Die echt wel karakter geeft aan deze wagen. En de rest vind ik ook wel een heel mooi vormgegeven wagen eigenlijk. En het feit dat het juist net een mooie wagen is, dat het verbruik vrij laag ligt. En dat je daardoor toch nog wel ver geraakt op een eerder beperkte batterij. Want 54 kWh, we hebben natuurlijk al meer gezien. Zorgt ervoor dat je een vanafprijs krijgt voor de hatchback, althans onder de 40.000 euro. Je komt daarmee in aanmerking voor de Vlaamse EV-premie. Ik denk wel dat dit wel een heel interessante wagen is, prijskwaliteit toch wel om te kiezen. Ook als je als bedrijfswagen bij de lagere fleet echelons mag kiezen, is het ook wel, denk ik wel een wagen die bij veel mensen op het lijstje gaat staan. En Opel wel elektrisch helemaal op de kaart gaat kunnen zetten.